je moet gewoon... Ik zeg alleen maar, je moet flink doordenken wat er kan gebeuren. Ja. Ja. En ik heb er een stukje van gezien wat mensen al hebben gemaakt voor de eerste Oculus Rift. En mijn god. Echt waar? Ja. Weet je, kunnen ze hier een balkon maken aan deze kant? Een balkon, een balkonnetje. Bij de trap? Zou ik liever de andere kant doen? Ik wil hier een... Weet je, Maar wacht, jongens. Jongens. Ja. Je weet toch, aan de rechterkant heb je daarnaast gelijk de poort, of is er nog een stukje open muur waar je bijvoorbeeld een trap omhoog kan maken langs het huis? Er kan nog een trap omhoog. Als je ervoor staat bij de deur aan de rechterkant. Je voor staat bij de... Oh, de andere kant. Nee, de andere kant bedoelt hij, denk ik. Hier zo. Oh. Tussen de wisseltoren ingang. Ja, dat is een klein stukje. Wat nou als we hier precies zo'n mooie trap maken? Ja, zat ik ook te denken of de andere kant kan om. Of een lelijke. We kunnen ook een lelijke trap maken. Ja, lelijke. Dat is het makkelijkste. En daar ben ik heel goed in. Dat denk ik wel. Gaat het lukken? Nee, het lukt niet. De bom verdwijnt niet. Damn, de bom is te groot. De bom is te groot. Oké. Ik ben doodstil. Ja, ik zit op mijn oventjes te wachten. Dus heb je oventjes te wachten, ja? Het is wel lekker warm. Kan ik me wel voorstellen, ja? Het is wel weer heerlijk weer, dat wel. Hebben jullie mensen in de maling genomen dan met 1 april? Dat heb ik net verteld. En dan vraag je het nog. Nee, ik bedoel real life. Dimitri was toen weg. Dus jij hebt niet meegekregen dat ik iemand jou in de maling heb genomen met een huis weghalen en nog iets. Dat heb ik niet meegekregen van dat laatste, dat je voor iemand voor de gek hebt gehouden in de server, dat de dag voor altijd was dat. Ja. Wat dan? Oh. Soundpack. Oh, maar dat kijk ik wel terug in de film. Nog een keer, ja. Nee, dat kijk ik terug in de video. Mm-hmm. Maar goed, ik heb niet echt zoveel mensen echt in de maling gehouden. Nou, ik weet iets leuks. Dat heb ik iemand in de maling gehouden, mijn oma, een keer, hè? Ja. Yeah. Die helaas niet meer is. Godzekert asiel. En wat toen heel geinig was. Ik heb toen vroeger van mijn oma zo'n duikbril gekregen. Een duikbril met snorkel. Yeah. En ik ging vroeger altijd met mijn oma naar een camping toe. En dan gingen we altijd gewoon heerlijk zwemmen. Dat is ook een heel groot meer, zeg maar. Wat net een meter diep is, zowat. Yeah. En daar kon je dan gewoon lekker spelen en zo allemaal. En wat ik wil graag zien is wat aan de bodem zat. Je weet toch, als je in zo'n soort meer zit te zwemmen, schat de eerste beweging wat je doet, komt allemaal zand naar boven. Ja. Toch? Ja. Dus wat ik heb gedaan, is gewoon in het water gelegen en dan gewoon zo stil als mogelijk. Ja. En dan gewoon echt gewoon drijven en dan weet je zo naar de grond kijken of ik dingen zag, want er zaten gewoon heel kleine visjes, wat diertjes en zo, kon je dat net nog zien. En mijn oma dacht dat ik verdronken was. Oh mijn god. Kan je je voorstellen, een jongetje die gewoon dood zit te drijven in een meer wat maar 1 meter diep is. En mijn oma ziet dat. Oh, en zegt, erg. Yo, helemaal in paniek. Ook letterlijk in paniek, zo de hele camping vol schreeuwen. Mensen kwamen naar buiten van kijken wat er aan de hand is en zo. Ik sta op en dan zeg ik, wat is? Ja. Oh, dat vergeet ik nooit meer. Dat was de geweldigste herinnering op de camping wat ik heb. Gewoon doorspelen. Arme oma. Arme oma, ja. Heb je niet zoiets stuk van, je doet iets, maar je laat iemand kapot schrikken erdoor, maar het was niet je bedoeling. Maar als je terug dan denkt, dan lach je gewoon kapot. Ook voor de kijkers. Heb je zo'n moment? Nee, weet wel dat ik een keer dat mijn vader op het balkon zat en dat er daarboven zit zo'n leuk raampje wat eigenlijk aan de andere kant dan een badkamer is en dat ik daar een glas koud water doorheen heb gegooid. En dat hij lekker op het balkon te zonnen zat. Ik denk wel eens er zat nog een kat op zijn schoot. Oh. Ik heb eens een keertje dat mijn moeder zat te zonnen en ik zat toen boven van mijn slaapkamer, zat ze onder van als ik uit mijn raam keek, heb ik een emmer water naar beneden gegooid. Was nat, zei nat. Oh god, ze was niet echt van blij. Nee, dat we daarmee houden. Toen moest je rennen. Daar moest ik meer naar rennen. Ik moest verhuizen. Er was net nog iets wat ik wilde zeggen. Nee, dat weet ik er even niet meer. Nou ja. Wat is het toppunt van optimisme?
Heb je wel zoiets gezegd? Misschien. Geen idee eigenlijk. Ik heb, we hebben al over de 100 moppen gehad totaal. Mhm. Niet langzaam een herhaling valt, hè? Nee, want er is steeds pijltje naar rechts. En er zijn er nog meer dan 300. Oké. Dan kunnen we nog even. Oh ja, nu weet ik wat ik wil vragen. Maar yo, je hebt mijn antwoord nog niet gegeven! Het was er alweer, Ja, ja. Yeah. Hey, geen idee. Dat is mijn antwoord, geen idee. Een man die met de laatste centen een portefeuille koopt. Hmm. Oké. Okay. Dat is apart. Ik zit hier echt ganse boomstammen hier uit te halen uit deze boom hier. Waarom? Kom eens kijken. Dat zie je het. Doe ik niet. Oh, jawel, ik kom wel. Kijk, ik heb net twee bommen, grote boomstammen weggehaald. Maar er zitten tussendoor. Je hebt allemaal vliegende stukken. Is wel leuk, is wel leuk. Laat ik het zo. Oh, deze is ook geniaal. Maar Dimitri. Ja. Ja. Heb je nou eens je vrouw flink voor de gek gehouden? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dimitri, heb jij je vrouw wel eens voor de gek gehouden? Nooit. Dat soort dingen doe ik niet. Ja, je bent bang dus te zitten kijken, hè? Ja. Nou, Dimitri, wij gaan er eens even goed voor zitten. Nee, ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Wat is hetgene wat jij het ergste hebt gedaan om haar in de zeik te nemen? Nee, ik ben niet zo'n grote prankster, eigenlijk. Nee. Ik wil mijn vrouw graag gevriend houden. Ja, ik word meestal geprankt. Welcome to my world. Hey! Jacob Dubbel, oké. Ja, er zijn heel veel pranks en alles zo, maar er zijn ook weer wat bedrijven. Prank.com. Maar wat over het al is bij bedrijven en zo. Ik volg iemand op Facebook, zeg maar. Hè, die heet van die video's. En die doet gewoon weer zo kleine korte filmpjes van bedrijven, reclame en zo. Wat hij op internet vindt. Doet hij gewoon opzetten. En dat is gewoon leuk om een beetje tussen het werk door een pauze even naar te kijken. Mm-hmm. En laatst zag ik eentje. Dat was gewoon een reclame voor een mobiel, was dat. Yeah. En je weet hoe normaal mensen in de mannen in de bouw, zeg maar, van hele leuke dingen zo naar die meisjes en zo zitten te fluiten. Yeah. Stel dan zo voor dat er dan zo'n mannen zijn die juist dan zo zeggen: oh man, die jurk staat je geweldig. En dan zeg maar dat die dan zo echt. Dat voor de vrouwen zijn, voor de vrouwen weet wel, we zitten te strijden. Dat de vrouwen ook motivatie moeten krijgen. Zo allemaal echt zo van, wat je normaal niet verwacht. Want er zitten gewoon een paar van zo'n bouwvakkers aan zo'n steiger. En die doen er dan zeg maar gewoon zo'n vrouw moeten motiveren van, jij bent een hardwerkende vrouw. En ik verdien dat je ook wel eens wat extra rechten hebt dan een normale man, wil je dan zo zeggen. En die vrouw dan, wat is hier aan de hand? Oké. Oké, we moeten een slaapkamer maken nog. Wol moet ik hebben van bed. Wal. Maar dat zijn echt wel zo'n hele geinige filmpjes. Ja. Wat is zo? Wat is er hier wel eens? Nooit eens iets geinigs tegenkomen of iets wat je herinnert? Nou, ik zag laatst een filmpje, ik weet niet of dat via Facebook of YouTube was, van een gozer in een hele strakke foute zwembroek met een hele foute zonnebril op. Mm-hmm. En dan met zo'n enorme ghetto blaster gaat dansen. Maar gewoon fout dansen. Maar gewoon op het heel vol strand. En iedereen kijkt en vindt het leuk. Maar het is gewoon zo fout als maar kan. Oh, dat was wel grappig. Hebben jullie ooit eens... zouden jullie dat graag willen? Een gummy bear die ongeveer, dacht ik, 32.000 calorieën is? Ik ken een website waar je kan kopen. Oh mijn god. Je kent ook een normaal cola flesje, zo'n glazen. Mhm. Stel voor dat helemaal gemaakt van gummy bear dat je gewoon kan opeten. Mm. Wauw. Er is een bepaald website ervoor. Fat 19 was het, maar de prijzen van zijn wel een beetje duur. Maar ja, het kost dan... Hoe heet dat materiaal ook weer? Daar ben ik de naam van kwijt. Wat? Dat materiaal waar dat snoep van gemaakt is, dat had een speciale naam. Nee. Waar was de wall? Was de wall? Oh ja. En die. Was, die pardon. Ik noem het gewoon gummy. Gummybeer, ja. Nee, ze verkopen zelfs een reusachtige slang daarvan. Een echte reusachtige slang. Die dus moet ik hebben! Dan leg ik hem in school. Die je kan helemaal opeten. Kun je letterlijk opeten. Ja, ja. Weet je wat me dan leuk lijkt, hè, joh?
Dat we gewoon zo'n gigantische snowman laten maken. En dat ergens in een gemeentehuis neerzetten. Dat iedereen denkt, what the fuck? En het is dan hartstikke druk. Of nee, in een winkelcentrum is leuker. En iedereen kijkt ernaar, oh, is leuk. En dan wij er ineens langslopen. En dan pakken we er een hap vanaf en eten we wat. Lijkt me echt een geniale, coole prank. Oh ja, over pranks gesproken. Ik had laatst ook nog eentje gezien. Maar, of een prank met mijn zusje, dat zij zo'n gummy bear vast hebt. En dat we dan, hebben we dat met mijn zusje afgesproken. En dan zegt een van jullie zo, hi lief meisje, hang, dankjewel. En loopt verder. Wow, je kan leuke grappen met zoiets doen. Wow. Hey, weet je wat ook zo leuk zou zijn als je iemand voor de gek wil halen? Nou. Misschien is dat voor jou bij je vrouw te doen, Dimitri. Ja. Zo'n reusachtige slang op haar slaapplek onder de deken zetten. Oh, ja. En dan als ze in bed gaat kruipen, dan maakt ze iets waar ze denk ik kapot van gaat schrikken. Ik denk dat ze vooral schrikt van het. En dan moet jij gewoon meteen aanvallen en opeten. Oh ja. Ik pak hem! Nee, er zit een slang in de bed. Al zeven jaar. Nee, is een snoepje. En dan bijt je die kop gewoon eraf. Is kom je bij ons, heerlijk. Dan moet je zeggen, ik zal je redden. Het is een snoepie. Zegt zij, nee, het is hartstikke eng. Nee, ik bedoel, je kan het eten. ik denk dat gewoon die... Als ik het zou doen, zou ik gewoon die grote slang in mijn zicht krijgen. Denk ik. Ja, en dan ga ik op de bank slapen. Hey, yo, de bank slapen. Ook... Heel geniaal lijkt, hè? Dat je daar zo'n rat van hebt, maar dat zonder hoofd. Oh. Oh my god. Maar jongens, we zijn klaar ongeveer voor vandaag. Oh. Nee, het huisje is er niet eens af. Moet nog het dak op. Ja, het dak moet nog op. We zitten wachten op de stenen. We hebben zover... ben net klaar. Boomstam geplaatst en een bed. Het is gewoon echt gedaan. Het is gewoon echt een bouw, hè? Gewoon, we moeten wachten op de leverancier van ja, dat... Oh god, je wil niet weten hoe vaak ik dat op mijn werk heb gehad van de leverancier. Dan zitten we gewoon in onze vingers te draaien, dat we zitten te wachten soms. Nee, geen bed liggen. Vervelend is dat. Ik lig in bed al. Oké, dan ga ik ook even, je gezelschap halen. Gezelschap halen? Oké, okay, maar als we gaan uit te vallen. Dat... Maar goed mensen, we hebben zover. Boomstammen geplaatst en twee bedden. Hey. Maar... Ik ga even niet. En we hebben heel veel gegrapt. En we hebben heel veel gegrapt. Nou ja. Ik dan. Dit was weer dus weer wat kasteelproject. Hopelijk vond je het leuk. Hopelijk wil je deze video met delen met anderen. En ook nog flink op die like knop gaan klikken als een gek. Like dat is heel blok. Erg mee. Je moet weer blok, serieus een blok met een like. Ja, het is Minecraft. Okay. Hey, maar het leuke is, ik lig beneden en jullie liggen boven. Yeah. Hey, maar als jullie ooit willen zien of het dak er ooit nog op komt op dit dak, op dit huis, kijk dan. De volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei iedereen. Doei. Hey, bye bye. Zwaai zwaai. Next time, more jokes. And maybe a roof. Maybe a roof.